Zeg jongens. Ja? Hebben we niet iets eigenlijk beters te doen? Volgens mij niet. Nee, lekker blijven vissen. Ja, dat doen we toen. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering, eindelijk, van Terraria Triforce Heroes. Er was iets misgegaan de vorige keer met de afspraken van opname. We waren vergeten dat onze Mumee al op vakantie was en dus daarom niet mee kon helpen met opnames. En daarom hebben we dus een weekje extra uit moeten stellen. Maar goed, met dat gedaan, met dat out of the way. Waar was jij? Groentje. Ik was... Oh ja, ik was in Sprookjesland. Sprookjesland waar zoveel sneeuw en mooie bergen zijn. Soms wordt het ook wel eens Oostenrijk genoemd. Ik ben nou overveld. Goed, in deze aflevering ga ik even wat kogels even kopen. Want wij willen dus gelijk richting de dungeon gaan. Want wij hebben in de vorige aflevering zijn we de jungle ingegaan. En als het goed is heb je al de Blade of Grass. Klopt dat nu mee? Ik had hem nog niet gemaakt. Maak hem dan eventjes snel. Dan ga ik al eventjes zorgen voor kogeltjes. Oh ja, jij hebt de B-gun. Ja, jongen, is geweldig. Ja, jongen. Jongen. Xbox jong. Ja, Xbox doos, hè? Dat zijn ja, maar. Ja, dan was die doos! Sorry. Leuke herinnering. Ik hou van dozen. Ja, nee, hier is de grap spoilers, hè? Dus die roepen we elke keer spoilers! En het grappige is, ik ben dus net wezen opnemen voor de expertbazen. Die dus op het einde van deze aflevering, de bazen die we al gekoppeld hebben, tot die dus ook nog een keertje, zeg maar, in de expert mode te zien zullen zijn. Op het einde van deze video, wat dus vol zal zitten natuurlijk met spoilers, zoals jullie dat weten. Komt natuurlijk ook weer een waarschuwing voor spoilers erbij. Dus ja, dan zijn we daarvan op de hoogte. Maar dat is pas op het einde van deze aflevering. En raad eens wat ik vergeten ben. Iets. Een timer. Oh. Je leert het wel. Ooit. Nooit dus. Oké, nou ik loop er alvast naartoe. Ik bedoel, we kunnen nou tenminste rennen. Al vind ik het wel jammer dat we nog steeds niet het ding hebben wat ik zo graag zou willen. Golden Bunny! Die is voor mij! Golden Bunny! Ik heb een Golden Bunny! Dat is geluk. Dan verkopen die allemaal nog. Niks ervan! Niks! We moeten toch nog even wachten op die Blade of Grass. Ik ga iets even heel speciaals maken voor die Golden Bunny. Screw jullie! Glazen doos. Glazen doos! Doos! Oh, nee. Sorry. Even kijken, ik maak de, volgens mij mijn gewone glazen blokken. Tenminste, dat dacht ik. Dan moet ik gewoon glas hebben. Guide. Kan ik nou zo'n ding maken? Oeh. Waar is onze guide? Die is hier. Oh, hi guide. Alles kits, hoe gaat het mee? Even kijken, hoeveel blokken had ik daar nou voor nodig ook alweer? Laat ik hem toch weer afleiden, hè? Zo erg is het. 16. Ik heb een 9. Ik heb nog zand. Massaal allemaal, ja die hebben we nog. Massaal allemaal naar die bouwkist. Ja, natuurlijk. Oké, nou even kijken, we hebben zand. Dus kunnen we nog extra glazen blokken maken. Zo. En dan maak ik een terrarium. En met zo'n terrarium. Het maakt mij helemaal niks uit. Echt, kijken jullie maar mooi. Ah, dan moet. Ja, trouwens, het is toch geen kerstmis meer. Weg met de schilderij. Weg. It's the season to wegwezen. Want, nou hebben we het dus hier. Ik zet hem hier neer. Ah, wat lief. Dat is een mooie doos. Doos! Hele mooie glazen doos! Nee, niet cameramodus. Ik wil eventjes, want mijn blauwe konijntje is er niet bij. Waarom weet ik dat niet? Oké, daar is hij al. Goed. Ik ga, doei. Kom maar eens weg. Ja, we gaan gewoon naar de jungle toe. Of Laten we dat maar niet doen. Nee, daar hebben we een beetje erg veel herhaling dan. Ja, ja, ik vind het jammer dat we nog steeds niet de visquest hebben. Tot we dus zeg maar het ding hebben wat ik dolgraag zou willen hebben. Maar misschien dat het na de dungeon wel kan komen. Want we moeten nog heel erg vaak
We moeten nog gaan farmen voor de nymf. En ik denk dat we dat offscreen gaan doen. Ja. Dus de nymf, ja, als we er eentje nog tegenkomen, dan zal ik die zeker op camera laten zien. Maar de nymf is dus zeg maar vermomd als NPC. En als je er dichtbij komt, dan valt ze je aan. En die heeft dus 50% kans om de metal detector te droppen die we allemaal nodig hebben. Dus ja. Dat zeker. En nou zie ik trouwens een ander probleem. En dat is? We kunnen beter eigenlijk vooruit gaan knippen totdat het bijna het einde van deze dag is. Aangezien dat het nou al bijna het begin van deze dag is. En dan kunnen we toch even nog een fishing quest doen. Want we kunnen de baas bij de dungeon alleen maar oproepen als het avond is. En aangezien dat het over 5 seconden alweer dag is. Nee, sorry, 1 minuut. Wat was nou? 1 minuut? Ja, 1 minuut. Over 1 minuut is dag. Kunnen we die basis nou nog niet eigenlijk battelen. Dus wij wachten heel eventjes tot de dag is en we zien jullie in een seconde. Ja, ik sta hier al klaar om te kijken wat de quest van de dag is. Dat is corruptievis. Ja, nog 25 seconden. Oh ja. Misschien haal ik hem. Ja, misschien kan ik hem vissen en dan... Ja, maar dan kun je hem niet meer teruggeven. Ja, maar dan heb ik hem voor de volgende keer. Dat mag toch niet? Jawel. Ja, je kan hem bewaren. Totdat de quest alweer... Je hebt nog 7 seconden, dus... Paniek! En de volgende quest is... Ze beter niet. Underground and Caverns. Oké. Ik heb hem! Doei! Mooi. Doe je gewoon weer expres, hè? Is toch altijd zo? Even kijken, heb ik. Ik heb hem! Wat nou weer? Ik heb hem! Het is overduidelijk wat hij heeft. Dus kijk eens, ik knip hem nou terug in! Ik heb hem! Erwin, heb jij wat extra beet die ik kan lenen? Ja. Wacht even. Even deze nog. Extra beet! Even kijken, 1, 2. Alsjeblieft. Bedankt. Ik heb last van mijn keel, sorry. Ja, nee, dat is niet erg. Jongens, ook in de comments, nee, dat is niet erg. Schaam je. Foei. Jongen, jongen, zeg. Toen heb ik geen beet meer. Oh wel. Zo. Nou, in ieder geval, kijk eens wat we dus nou hebben. Op het moment dat je 5 fishing quests compleet hebt, krijg je dus eigenlijk een van de eerste mounts die je te pakken kan krijgen. Mount is een... is een van de rijbare dieren voorwerpen die je dus zeg maar zou kunnen vinden. Nou, je hebt dus al de slime mount die je zou kunnen krijgen van King Slime, die we helaas niet hebben gekregen. Maar als ik dus nu op mijn mount knopje druk, dan zien wij een gigantisch konijntje. Die wij dus kunnen gebruiken. En die zorgt er dus voor dat wij sneller kunnen rennen. De konijn komt automatisch ook nog eens een keer met een dubbeljump. Dus je kunt ook nog eens een keer dubbeljumpen. En nou lijkt hij niet zo snel, maar op het moment dat je dus een beetje snelheid maakt, zie je dus dat hij al een stuk sneller wordt. Nou, ik loop alvast eventjes richting de dungeon. Dan moeten we toch nog heel eventjes wachten tot avond. En dan kan ik heel eventjes de bunny eventjes goed demonstreren. Dus zoals je hier ziet, we gaan lekker snel. Even kijken, heb ik een snelheidsmeter? Nee, ik heb nog geen snelheidsmeter helaas. Ach. Maar dat maakt niet uit. Bunnies zijn awesome. Nou, ik had jou weer een paar teruggegooid. Nou, ik zie het, ja. Oh, Fiverr Power! Laggy. Hashtag Fiverr Power. Oh, blijkbaar loop ik één fishing quest achter op jullie. Ik wil hem ook. Huilen. Cry about it. Dat is meer lachhuilen. Ah nee! Slijmregen. Nou, nu kunnen ze tenminste wel zien hoe normaal gesproken... King Slime wakker wordt, ja. Nou, ik ga gewoon richting de dungeon, maar ik... Oh nee, wacht. Oh nee, die had ik al klaar liggen. Want dat had ik vorige week al gedaan voor de opnames.
De Wall of Comments, je weet wel, de comments die weer geselecteerd waren, die had ik al geselecteerd, maar... Toen zat ik heel eventjes te denken van, oh ja, dat moet ik nog doen. Nee, dat hoef ik niet te doen, want dat had ik vorige week al gedaan. Alleen vorige week waren ik in opnames! Uh-oh. Ik heb een shotgun en ik zal hem gebruiken ook. Ha, heerlijk geluid. Slijmregen, nooit gezien eerlijk gezegd. Slijmregen event is, als ik me niet vergis, als je in totaal 100 slimes of 70 slimes, volgens mij waren het er 100. Dan wordt King Slime dus wakker. In Expert Mode is het 175 of 150, één van die twee, don't quote me on that. En mocht je dus zeg maar niet genoeg slimes binnen een bepaalde tijd hebben gekild, dan stopt automatisch gewoon de slijmregen. Dus, dan wordt hij niet wakker. Nee. Maar ja, King Slime hebben we al gezien, dus... Ja, maar... Als jullie daarmee aan het handelsen zijn, misschien kom je die slime mount wel tegen. Ik kill hier ook nog wel een paar slimes eigenlijk als ik bij de dingen ben. Kunnen jullie wormhole potion ernaar me toe? En dan wordt het heel erg leuk en ik ben weer vergeten de timer aan te zetten, want dat is tegenwoordig gewoon een gimmick voor mij. Zoveel knip en plakwerk elke keer bij Terraria, ik word er gek van! Ach, ik bedoel je tenminste niet. Ik verveel me eigenlijk nooit. Ik bedoel serieus, ik ben nou hier gewoon aan het rondrennen op een konijn. En slimes aan het kapot schieten met een shotgun. Terwijl dat ik op dat konijn aan het... Oh, hij is wakker. Hij staat bij mij! Oh. Oké, okay, nou ja, dit wordt epic effect. Tenminste wel beeld. Nou, dit is een epic beeld eigenlijk. Aangezien dat ik hier hem aan het bevechten ben op een gigantisch konijn. Warzone! Ik ben gewoon aan het neerschieten met een shotgun, omdat het kan. Klinkt lekker. Nou ja, misschien hebben we de slime mount, dan heb jij toch ook een mount. Oh, oh, niet teleporteren jij, ja, dat mag ik alleen. Oh nee, dat mag ik ook niet, want dat zijn hacks. Afstand. Je spant recht in. Heel spoor van slimes hier. Nou, toch eigenlijk nog een extra bos gehad. Hallo bijtjes. Ik zal eens even kijken, waar had hij gedropt? Ik heb de solid fire, de slime gun en de ninja pants. Dus nee, ik heb hem niet. Nou jongens, ik ben er weer van tussen. Hoe kom wacht hij aan? Waarom is het nou niet hier zo'n vlak land, hè? Dat ik even lekker even snel kan rennen over deze heuveltjes. Ja, normaal gesproken maak ik ook een gigantische... Nou, dit is wel een hele hevige drop. Die gaat weer in één keer heel erg flink omhoog. Oh, hier ligt ergens een meteor waarschijnlijk. Voor meteor... Oh ja, eronder zit een meteor. Lekker belangrijk. Dat is die meteor gevallen van de vorige aflevering. Ah ja, ik zie hem. Auw! Niet doen. Oké, nou, ik ben in ieder geval bij de dungeon, dus ik moet hier toch heel eventjes wachten, dus we knippen heel eventjes naar voren totdat het avond wordt. Dus dat is een knip van 7 minuten. Oh ja, dat komt omdat we Queeby hebben verslagen. Kogigi, ja, dit hoort in de aflevering thuis. Kogigi, the witch doctor has arrived. Ook weer een leuke NPC die er zeg maar ook bij komt op het moment dat je Queen Bee hebt verslagen. Wat we in de vorige aflevering hebben gedaan. Of 2 afleveringen terug, ik weet niet meer. Dan krijg je dus de witch doctor die spant in jouw wereld. De witch doctor heeft wel wat leuke, interessante dingen voor de melee-klas. Ja, heeft hij ook wel andere dingen. Dus, en voor summoning, maar voor de rest niet echt zo'n... Ja, boeiende NPC. Ik heb mezelf eigenlijk... Vooral voor summoning eigenlijk. Ja, ik vind die inbounds die hij heeft, die vind ik ook heel erg handig. Dat je die flasks kan maken. Die flasks. Oh ja, ja. Ja, die zijn heel erg handig voor jou. Nooit gebruikt, maar die zijn eigenlijk wel heel handig om te gaan gebruiken eigenlijk. Oh, je hebt hier even gewoon een rechtstuk gemaakt. Ja. Ja, eventjes ter notificatie. Dit wordt niet onze Battle Arena. Battle Arena komt toch dicht bij woongebied. Aangezien dat dit niet Expert Mode is. Die komt wel dichter bij ons. Maar dit is eventjes speciaal voor de baas die we dadelijk hier moeten gaan bevechten. Dus ik zie jullie in 1,5 minuut. Nog 1 uur wachten. Oh, 1,5 uur. 20 seconden. Ja, in-game is 1,5 uur. En heel apart genoeg gaat 1 minuut voor 1 dag. 1 minuut voor 1 dag? 1 minuut 1 seconde. Pardon.
5, 4, 3, 2, 1. Wee. Wakker worden! Ah! Ik ben er pak niet! Pak hem, bijtjes! Pak hem! Oké, nou dit is dus Skeletron. En ja, je wil eigenlijk met een hoofd aanvallen. Speel je nou Expert Mode, dan wil je als eerste zijn handen uitschakelen. Maar ja, sowieso gaan wij nog ook over de Expert Mode bazen. Zoals beloofd is. Ik neem het vast van Skadi hier. Maar dit is echt een lachertje als je Expert Mode gewend bent. Enorm. Kijk hier. Nou ja, eigenlijk ben ik wel blij, want voor Range Class is dus... De Bone Armor, een van de belangrijkste armors die we dus zeg maar te pakken moeten gaan krijgen. Maar goed, we kunnen dus nu ongegeneerd eindelijk de dungeon in. Eens kijken of we jouw waterbolt kunnen vinden. Oh, gelijk hier al een blue candle. En voor Erik de Mammoise. De Mammoise of zoiets? En voor mij de handgun. Hey, gewoon de Massamium bedoel je? Massamium, ja. En ik... ik weet het nou niet meer. En ik heb Skeletron's hand heb ik gekregen. En wat kun je daarmee? Nou, dat is zo'n grappling hook. Jij met je grappling hooks! Wil je hem? Want hij is niet beter dan degene die ik nu heb. Nee, ik wil hem niet. Nou. Auw! Nou, eerst kistje, even kijken, pijltje maken. Ik moet hier echt opletten op mijn falling damage. Ja. Nou, we hebben nog geen golden keys, dus... Net daarom maak ik ook zo'n pijltje van toortjes. Als je dan op de map kijkt, dan kan je zien waar ze zijn. Ik denk niet dat deze te missen is, aangezien dat deze zo dicht bij de entrance. Oh, ik neem heel veel schermen. Oh boy. Help. Oh. Ik was even vergeten hoe dodelijk dat dit ook alweer kon zijn. Nee, is niet eens echt. Auw, de traps. Heel veel traps, joh, zie ik al. Gelijk, het is arm. Ik probeer zoveel mogelijk blue candles op te verzamelen. Oh, dat ding. Ja, die blue candles die... blue candles zijn dodelijk. Spikes, spikes. Drop hem, de zaag! Drop hem! Kom dan. Kom dan. Ik weet dat je hem wil droppen. Ik haat dat beest. Ik haat dat beest. Nog niet. Wij zijn LPV. Hallo. Auw. Misschien zien we toch wel weer een death en dan komen we er toch achter wie dus zeg maar de meeste in death is op dit moment. Nee, dat gaat niet gebeuren. Jawel. Nou, dat gaat wel gebeuren, want dan ga jij natuurlijk neer. Nee, jij gaat neer. Nee. Plot twist, Erwin gaat neer. Hulp. Erwin, gebruik de beacon, alsjeblieft. Sneller. Sisvrij. Mooi. Dus nou maakt niet uit of ze de pijp uit gaat, dan respawns gewoon weer. Dat zijn we weer vriendelijk, maar het is wel zo. Hey, als ik al een keer tien keer heb gemold, ja. Hij bond het dus, auw. Niet tegen mij aanbotsen, dat vind ik zo not fair. Kistje nummer 2. Hebben we al een sleutel? Volgens mij niet. Ik niet. Ik ook. Auw! Kijk nou eens uit voor die traps, man! Oh boy. Nazar? Nou. Hoi. Ik moet jou uit. En ik moet jou uit. Bones zijn trouwens nou heel erg belangrijk voor mij. Oh, misschien het web, pas op. Ja, ik... Zo, weg, trap. Ik heb dat ding al meegenomen, dus... Maar goed, Bone Armor is dus zeg maar de eerste armor die je kunt collecten voor Range Class. Dus hier wordt iets voor mij. Ja, jij hebt je... Evan, die heeft een armor al. Zijn pre-hard mode armor. Yo. Daar zit nog een keertje trouwens, daarboven. Yep. Ah, ik zou me voor... Ja, ik zou me even checken. Ja, doe jij maar even die torturen. Hi. Ik heb een shotgun en ik schiet je neer. Ondertussen zorg ik ook dat ik LPV ben. Is dat een van je shotgun? Dat klinkt echt vet. Hè? Ik hoor het ook zo... Dat je shotgun of niet, ik hoor het ook eens. Zo, kdoef. Echt wel kapang, ja. Ja, dat is de shotgun. Oh. Dat is een hoogst geluid, of niet? Ja. Oh, ik zie een life crystal. Ja, maar jij hebt er al genoeg. Ja. Ik was er geen met genoeg. Maar ik ga er wel alvast... Volgens mij kunnen we dit... Ja, oké. Nou, weet je, wij koppen jou wel heel eventjes. En dan mag jij kiezen aan wie dat je hem geeft. Omdat wij allebei op 280 zitten.
Nou, omdat jij zo aardig bent om het te kofferen. Pak ze met bijtjes. Grijp ze. Oh, ik help je wel even mee. Graag. Pak ze. Hut ze. Snelheid! Nee, even kijken hoor. Oh, daar ja, ik zie hem. Ik zal hem even... Pak jij maar. Oeh, en hier zit een dynamiek ding. Dat ik die heel veel... Oh boy! Oh, au, au, au. Au, au, de pijn. Nou ja, dit is platinum oor. Laat ik dat ook maar even meenemen. Dat is altijd handig. Decoratie. Oké, nou moet ik oppassen. Laten we een huis maken van platinum, waarom ook niet? Als het kan, groot gelijk. Ik heb dat in een van mijn privéwerelden een keer gedaan voor de grap. Ik kom een verdieping van elk soort materiaal. Hallo, sterf. Weer geen zaak. We gaan nou niet weer dezelfde let's play vloek krijgen als de vorige keer, hè? Daar ben ik op tegen. Nee, we gaan het dit keer erger doen. Oh boy. Ik heb nou, niet dood. Is je ook een kuskul? Nee. Weg. Oh! Ik heb mijn eerste banner! En nog steeds geen sleutels. Waarom hebben we geen sleutels? Dit spel haat ons. Beste zeepjes, aangezien dat de opnamesessie van deze aflevering enorm lang is, wordt dit een drieparter. Om de aflevering een beetje verdeeld over te laten komen, moet ik dus hierbij deze aflevering afsluiten. Niet getreurd is niet het einde van de video, want we komen nog langs de expert bosses die we alvast hebben opgenomen, die we al tegen zijn gekomen tijdens deze let's play. Dus, omdat het niet verder in de video wordt gezegd, dank ik jullie voor het kijken naar deze aflevering. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt, misschien wordt die reactie wel gekozen op de Wall of Comments. Waar we over 2 afleveringen weer verder mee gaan. Want dan komen er in één keer 3 comments op mijn vak op. Maak je daar geen zorgen over. En laat een like natuurlijk achter voor de bunnies die we allemaal gevonden hebben. Als je er tijd voor hebt in ieder geval. In ieder geval, let wel op. Spoilerwaarschuwing. Hier komen de expert bosses. Die we al gehad hebben, dat is de Eater of Worlds, de Queen Bee hebben we, King Slime hebben we en Skeletron hebben we voor jullie. Let wel op, dit bevat spoilers in verband met de wapens en uitrusting die we op dat moment al hebben. Veel plezier! Oké, dan ben ik nog steeds onzeker, zoals jullie weten. Spoilers, waarschuwing is al gegeven. We gaan dus even kijken in Expert hoe dat de Eater of Worlds te werk gaat in Expert Mode. Dus ik zou zeggen, breek het balletje. Ik weet niet of je gelijk wakker wordt. Nee, je moet naar het volgende balletje toe. Dus, ga weg. We zijn met science bezig. Nog één extra balletje. Nou, die weg had ik ook open gemaakt. Spoilers! Handig. Nou, moet ik heel eerlijk bekennen dat ik niet echt een ander patroon heb gevonden bij de Eater of World. Ja, nou, maak hem maar wakker. Oké. En... Eater of World. Komt-ie. Nou, ik weet niet of ik... Ja, ik heb niet echt een ander patroon bij hem gevonden. Maar zoals je ziet, hij doet volgens mij praktisch hetzelfde. Volgens mij kan hij wat sneller draaien, maar daar houdt het weer mee op. Dus... En dit is met onze huidige armor in expert mode weer erg makkelijk. Ja, natuurlijk is het heel erg makkelijk omdat we in expert mode zitten. Maar het gaat eventjes om te laten zien wat hij dus zeg maar voor andere vijanden aanvallen heeft. Maar volgens mij heeft deze niet echt heel erg veel. Maar we hebben wel de treasure bag, dus kunnen we heel eventjes laten zien wat hij precies dropt. Ik zal hem heel eventjes openen. Wat hij dropt is sowieso natuurlijk weer die materialen om dus die pickaxe te maken. Ik wil dat die beest alsjeblieft wel even opdonderen, dankjewel. Hij dropt als expert item de armored worm scarf. Die zorgt ervoor dat je 17% minder schade neemt dan gebruikelijk. Dus eigenlijk ook weer een enorme defense buff die je ervan krijgt. Dus op zich wel een heel erg handig item, als je mij vraagt. Ja, vooral in combinatie met andere items die ook dat soort dingen geven, kan je een enorme defense krijgen ermee. Dus dan gaan we naar de volgende baas. Dus wij zien jullie in een seconde.
Oké, dan gaan wij nu naar King Slime. Die hebben we toevallig al op de Let's Play gezien. Die kwam in één keer spontaan gespand zonder dat het regen... ja, slimes begon te regenen. Want het evenement hebben we zelf nog niet eens gezien. Maar dat is dus ook mogelijk. Hopelijk zien we dat nog. Maar je kunt dus een slime crown maken. Dat doe je door een ruby en volgens mij 10 platinum of 10 golden bars samen te voegen bij een demon altar. En daarmee roep je dus King Slime op. Dus laten we hem even oproepen. Het enige verschil wat ik heb gemerkt in expert mode is dat King Slime meer HP heeft en meer slimes dropt. Voor de rest ja, veel niet meer. Veel verandering. Meer slimes die hij dropt. Ja, hij dropt er. Ja. Zo. Schiet allemaal aan de kant. Natuurlijk, vergeet niet, wij zitten al hier in hard mode, dus onze armor zorgt er wel voor dat we niet echt veel schade opnemen. Dus ik zal het trouwens even hem aanzetten. Handig. Oké, heb ik de treasure bag al? Ik heb geen treasure bag nog. Even kijken, heb ik hem al gekregen? Ik heb ook geen treasure bag gekregen. Raar. Hè? Ja, nou hebben we een treasure bag. Ja, nu wel. Oké, sorry eventjes daarvoor. We hebben nou een treasure bag. Ik zal even gelijk laten demonstreren wat er in zo'n treasure bag zit. Oh, ik heb gelijk de mount te pakken. Lol. Je krijgt daar de Lucky Royal Gel mee. Als je die equipt, dan zullen slimes je niet meer aanvallen. Jij kan ze nog wel gewoon aanvallen, maar hun zullen jou dus niks meer doen. Nou, daar hebben we er ondertussen al zoveel van. Dus we gaan door naar de volgende baas. Dus we zien jullie in een seconde. Dan gaan we door naar Skeletron. Skeletron, die roepen we heel eventjes op voor de grap. Vinden we hartstikke leuk. Skeletron, kun je heel eventjes wachten met hem aan te vallen? Want ik zie hem nou niet. Oké. Skeletron die is heel erg moeilijk in expert mode. Het eerste wat je moet doen is namelijk de handen aanvallen voordat je zeg maar hem echt schade kan doen. Zijn defense is enorm gebukt, dus je wil eerst zijn handen aanvallen. Elke hand die je dus zeg maar aanvalt, decrease zijn main defense. Dus hij is enorm lastig gemaakt in expert mode. Dit is een van de moeilijkste bazen in expert mode naar mijn mening. Best wel. Hij heeft ook een nieuwe aanval tot hij dus zeg maar cursed ice kan schieten. En dit is een hele vervelende, want hier kom je nauwelijks van weg. Ja, je moet echt afstand van hem houden. Maar op het moment dat je hem dus bijna verslagen hebt, dan wordt hij dus ook stukken gemener met al zijn dingen die hij schiet. Maar op het moment dat je hem verslagen hebt, krijg je dus ook weer een treasure bag. En daarin zit ook weer een nieuwe item, die alleen maar is voor expert mode. Ik zit hem hier heel eventjes te zoeken. Au. Au. Ga weg. Hier hebben we hem, de Strong Bone Glove, oftewel gewoon de Bone Glove. Hiermee kun je botten eigenlijk gooien. En dat is dus heel erg leuk voor een ranger class als je daarmee doorgaat. Zijn aanval is niet zo spectaculair. Dus eigenlijk een beetje een teleurstellende aanval. Maar het kan ermee doorgaan. Dus Wij zien jullie nog eventjes bij de volgende baas. Oké, extra spoiler waarschuwing eventjes hier. Omdat er nieuwe vijanden kunnen spannen die er zeg maar in de jungle voorkomen. Terwijl hard mode is. Maar ja, spoiler. We gaan heel even... We gaan... Ik ga hem gewoon zo snel mogelijk oproepen. Het is goed met jullie. Oh. Inderdaad. Doe maar. Doe maar. Het lukt niet. Oh, daar is hij al. Mooi, het lukt wel. Oké, Queen Bee. Hetgene wat ik van Queen Bee weet is... Queen Bee is een stuk sneller en een stuk... Auw. Ja, dat ging niet door Queen Bee hoor, daar niet van. Maar Queen Bee is dus een stuk sneller en een... stuk dodelijker, zeg maar, met de dingen die hij kan gooien. Het voordeel is, als hij eenmaal is opgeroepen, dan kunnen we gewoon de jungle even verlaten. Inderdaad. Zoals je kan zien, hij schiet nog steeds bij hem, maar is dus een stuk sneller. En natuurlijk heeft hij meer HP en, Tip, ga niet te veel naar rechts. Hoezo niet? Vanwege... Oh ja, spoilers, ik hoor de muziek al. Dus dan hebben we de Queen Bee verslagen. En dan ga ik even gelijk laten zien wat erin, wat zo exclusief is aan de expert dinges die je dus van Queen Bee kan krijgen. Dat is, even kijken, we hebben hier de bow, die nog steeds handig zou zijn, want ik vind het jammer dat ik die nog steeds niet heb gehad. De Brisk Hive Pack, dat zorgt ervoor dat de kracht van vriendelijke bijen, die je dus gebruikt bij bijaccessoires, tot dus de bijen wat meer schade zouden doen. Kan handig zijn, maar ja, niet echt zo'n improver waarvan je zegt van, goh, daar speel ik toch wel graag expert mode voor.